Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie weer kijken naar de laatste meestervoorspelling alweer van dit seizoen. En ja, het zit er alweer op, jongens. Het is echt voorbij gevlogen. En ik moet zeggen, ik vond het echt hartstikke leuk om te doen. Dit keer in FIFA 21. Misschien dat we volgend seizoen wat andere dingetjes gaan doen. Maar daar ga ik me over beramen tijdens het EK en de zomerstop. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ik vond het echt fantastisch. Alle Ajax-ieden natuurlijk die hier zijn gekomen. Maar ook heel veel fans van andere clubs. Ik vind dat heel erg mooi. En er vormt een soort van klein klikje op Discord. En we hebben al meerdere wedstrijden samengekeken. Ik vond dat heel erg dope. Dat is zeker iets wat we veel vaker moeten gaan doen. En ook daar ga ik vervolgens seizoen plannen voor maken. Want het lijkt me leuk om dat voor te zetten. Daarnaast wilde ik nog zeggen dat ik een FIFA-toernooi wil gaan organiseren. Hoe dat precies in elkaar gaat steken, weet ik niet helemaal. Want ik wil alle wedstrijden eigenlijk wel in beeld brengen. Het moet een knockout systeem zijn. Op welk platform we dat gaan spelen, heb ik ook nog geen idee van. Het kan op PC. Daar zit hij bij Xbox Game Pass. Xbox zit hij natuurlijk bij Xbox Game Pass. Maar ik ben bang dat de meeste mensen toch weer een PlayStation hebben. En dat verscheurt de community wel een beetje. Er is helaas geen crossplay. Dus we zullen het er maar mee moeten doen. Ah ja, dat is wat het is. Ik wilde jullie een kleine inkijk geven in wat ik in de planning heb staan. Laten we vooral kijken naar de wedstrijd van vandaag. Want het is Vitesse tegen Ajax. Voor mij natuurlijk een bijzondere wedstrijd. Vitesse, de club van het stadje waar ik vandaan kom. En ook hele mooie dingen mee hebben beleefd, kan ik je zeggen. Tadic begint op de bank. Dat zijn de geruchten. En ik geloof ze eigenlijk wel. Daarmee verhuist Neres naar links. Anthony op rechts. Dan Timber. Die speelt rechtsback. Rensch linksback. Want Tagliafico die is al op vakantie. En staat Schuurs weer in zijn basis. Alvarez ook al op vakantie. En op die plek gaat Kudus spelen. Die switchen we dan heel even om met Klaas, zodat hij achter de spits ook komt staan. En dan denk ik dat we er zo zijn. Even kijken. Timber, Schuurs, Martinez, Rensch, Klaassen, Gravenberg, Kudus, Anthony, Neres, Allaire. Dat moet hem toch wel zijn. Geen minuten voor Idrissi. Nee. We zetten nog wel heel even Kleiber op de bank. Want die gaan we mogelijk nog wel wat minuten maken vandaag, denk ik. Beetje overbodige aankoop gebleken dit seizoen. Maar lijkt wel heel erg goed in de groep te vallen. Play match. Well, what a game we have in store for dit gaan we skippen. Het Gelderdome, zoals je kan zien. Sorry jongens, ik heb echt heel erg last van hooikoorts. Echt vervelend in tijden van lockdown en pandemie. Iedereen kijkt je meteen heel, heel geschrokken aan. Het is gewoon een hooikoorts, jongens. Maak je geen zorgen. Maakt het niet minder vervelend. Laatste speelronde van de Eredivisie, jongens. En dan gaan we naar de play-offs. Vitesse dus vierde geëindigd. Ajax eerste geëindigd. PSV op dit moment tweede, AZ derde. Volgens mij kunnen die ook niet meer wisselen van elkaar. En dan is het toch best wel een bijzonder seizoen geweest. En ook nog best wel spannend. Tot richting het einde. Alles behalve het kampioenschap. Maar ik vond het mooi om te zien. Helaas VVV Venlo en ADO Den Haag gedegradeerd. Jammer, het zijn mooie clubs met rijke histories natuurlijk. Heb je er graag bij. Maar er komen ook weer een aantal mooie nieuwe clubs bij. Waaronder Cambuur Leeuwarden bussen. Cambuur Leeuwarden. Daar gaan we volgend seizoen absoluut, als het weer mag, gaan we een keertje een avondje Cambuur pakken. Daar heb ik echt heel erg veel zin in. Gewoon pilsjes drinken en Cambuur kijken. Ik ben er nog nooit geweest. Het meest noordelijk wat ik ooit ben geweest is FC Emmen. En het wordt ook wel eens de hoogste tijd, jongens, dat ik weer een keertje ga winnen. Want ik heb hem op Legendary gezet, omdat het wat is. Wat? De bullshittery begint nu al. Oh my god. Ai. Oké. It's like that, huh? It's like that. Well, attacking possibilities. Nou, deze gaan we ook weer verliezen. Sondre Tronstad. Excellent challenge. Oké, counteren.
Well, the stats are there for all to see. The visiting side with the best defensive record in the league. And they do it with relish. He's in here. Ja. Ik vond het een goede voorzet. We komen weer heel even terug op het nieuws van Bobby. Bobby die natuurlijk een contract heeft getekend bij Leipzig. Maar het lijkt toch echt dat Ajax serieus actie aan het ondernemen is om Bobby in te lijven. En heel eerlijk jongens, het voelt heel raar, natuurlijk. En dat is ook zo, omdat het zo is. Maar ik denk dat het een verstandige keuze is van Ajax, man. Als ik hoor over welke bedragen we het hebben, Mike Verwij noemde een bedrag van 7 miljoen. En natuurlijk voelt dat wrang. Omdat je hem al in de gelederen had. Maar Mark Overmars heeft al aangegeven, er moet een spits komen deze zomer. Probeer jij maar een spits te vinden die 7 miljoen kost en de kwaliteiten van Bobby heeft. Gaat het niet lukken. Dus ik begrijp het dat je trots mogelijk een beetje opzij moet zetten. Zodat je gewoon de beste optie voor de club hebt en niet hetgeen wat het beste voelt. Het gaat uiteindelijk om prestaties. En ik denk dat je daarmee een hele goede beurt maakt. Een ander ding is wel, hoe moet je als Leipzig voelen, man? Koop je, nou je koopt hem niet, je contracteert Bobby. Betaal daar flink salaris voor, daar liep dat ook stuk bij Ajax. Hij schijnt 4 miljoen per jaar te gaan verdienen in Duitsland. Een gigantisch bedrag natuurlijk. Ajax wilde 1 miljoen bieden, niet meer. En dan heb je hem vastgelegd. Er zal vast ook wel wat tekengeld bij gemoeid zijn. Daar weet ik alle details niet van. Maar dan heb je dat voor hem neergelegd. Perfecte financiële plaatje natuurlijk wel. Nee, dit kan niet, man! Ik loop letterlijk met hem mee! Ik zie dat dit gaat gebeuren! Kijk dan! Ik zie dat hij deze bal gaat geven! Ik loop er alvast heen. En ik ben gewoon te laat. Ah, jezus man. Die goals van Legendary vallen allemaal hetzelfde. Het is echt allemaal hetzelfde. Het is gewoon puntje 16, steekbal die altijd aankomt. En dan is het gewoon vrij prijsschieten. En ik zweet voor die doelpunten, jongen. Echt niet normaal. Opdonderen. Echt, eerste de beste elke keer. Wordt er nu een beetje woest van. Maar Ajax wilde dus niet meer dan 1 miljoen euro per jaar bieden. Het schijnt door Mino Raiola voor 1,5 miljoen is gegaan. Nu, dit zal natuurlijk allemaal een beetje tussen neus en lippen door en achter de schermen gecommuniceerd worden. Want dat kan je niet hardop zeggen, stel dat de transfer niet doorgaat. Maar Bobby lijkt wel hebben aangegeven dat hij niet meer naar Leipzig wil. Dat hij spijt heeft van zijn keuze. Dat betekent niet dat hij bij Ajax 4 miljoen gaat verdienen. Dat gaat zeker niet gebeuren. Dat kan ook gewoon niet. Wij kunnen dat niet betalen. Maar gaat hij dan zoveel inleveren op salaris? Puur om in Amsterdam te blijven? Hij heeft nu wel gezien dat Ajax hem wel echt graag wil. Hè? Dat vertrouwen wat hij miste. Of dat nou een onderhandelingsstrategie was of wat dan ook. Dat vertrouwen wat hij miste zogenaamd. Dat heeft Ajax nu toch wel bewezen, denk ik. Sebastian. Ah, jongens. Er gebeurt hier helemaal niks. Nou, Timber. Het zijn elke keer wel hele makkelijke ballen die hier verdedigd worden. Nou, ben benieuwd of ze straks weer met een steekballetje iemand gewoon vrij voor de goal zetten in een volle 16. Vast wel. Dat is het enige probleem wat ik altijd heb met FIFA. En waarom ik eigenlijk een pestspeler ben. Bij FIFA, je ziet altijd op een gegeven moment dezelfde goals. Hoppakee. Ijskoud. Goede loopactie van Anthony, by the way. Well, let's
Maar een bedrag van 7 miljoen euro. Als je dat moet neerleggen voor Bobby. Want, weet je, je moet sowieso geld uitgeven voor een spits. Hè? Danilo gaan ze niet houden. Traoré gaan ze niet houden. Zou je 7 miljoen betalen voor Bobby? En ik denk dat Ajax dan wel wat water bij de wijn moet doen qua salaris. Ik denk dat je dan wel tussen 1 miljoen en 1,5 miljoen uiteindelijk uitkomt. Goeie goal van Anthony, vlak voor rust. Dus ik vind het niet raar. Ik zou het juist toejuichen. En weet je, als je een jongen van de club langer bij de club kan houden, dan los van hem. Hè. Ik bedoel, hij zou gek gemaakt worden door zijn zaakwaarnemer natuurlijk. Door de buitenwereld. Iedereen die iets van je wil. Ik neem het hem niet kwalijk als 19-jarig jongetje. Klinkt raar om jongetje te zeggen bij een beest zoals Bobby, maar... Maar dat is hij natuurlijk wel. 19 is zo ontzettend jong. Ach. Nou, geef die steekbal maar. Ik weet al waar die gaat komen. Nee, ik zei het toch! Nou, ik zit hier helemaal vast. Ja. Goed dat hij fluit. 1-1. Ja, zo zie je maar weer, hè. Ik vind dat jammer, man. Zo zweten voor doelpunten en je krijgt ze zo makkelijk tegen. Er hoeft weinig te gebeuren. Dan moet je maar beter worden, Koos. Ja, dat is waar. Dat is waar. Even kijken, gaan we wat veranderingen doorvoeren in de opstelling? Want... Het gaat niet heel erg lekker. Maar wie gaan we dan erin zetten, hè? Weet je, we hebben het zoveel over hem. Laat hem maar zien dan. En Mazraoui op de plek van Timber. Daarmee gaan we het doen. 2 wissels bij rust. Het is wel een gokkie. Want qua stats is Bobby wel een stuk minder als Allaire. Maar hij heeft wel weer andere kwaliteiten. Hij is een stukje sneller. En ook een stukje technischer. David Neres. Maar als we nu voorzetten gaan gooien, dan... Chance to cross. Oh, ik dacht dat Kudus daar die zweefduik ging doen, man. Deze wedstrijd gaat vandaag dus nergens over. Puur voor de eer. Vitesse kan niet lager. Ajax kan niet hoger. Well, we can see the stats. They don't lie. They haven't created enough chances today, but the quality of the end should pull them through in this game. Been frustrating for the fans. Ik vind het wel prachtig. Dat was een hele rare aanname. Ik vind het wel prachtig om te zien. EK selectie. Hey. Wat is dit, joh? And scope for them to produce something exciting. Defensive efficiency personified. Het is moeilijker doorheen komen, om heel eerlijk te zijn. Ik speel niet heerlijk. Buitenspel. Ah! Net buitenspel. Net te getig. Net dat extra kleine beetje voordeel hebben, die paar meters. Was niet nodig, hij is zoveel sneller. Nou, Bobby, maak een loopactie. Ah, jongens. Firing is oh! Oh, Jezus. Wat een heerlijk doelpunt is dit, zeg. Oei. Dit is genieten, hoor. Het ging echt maar net, het past ook maar net, maar... Oh. Toen ik hem zag vertrekken van zijn voet, dacht ik, oh, dit is niet hard genoeg. Maar hij is gewoon buiten bereik van de keeper en wat vliegt hij er dan heerlijk in, zeg. Bobby, gouden wissel. Nou, als dit geen teken van God is, jongens, dan weet ik het ook niet meer. 7 miljoen euro. Verkocht. Dit was een handjeklap. Waarschijnlijk gaat dat niet zo, maar
7 miljoen verkocht. So there we have it. 2-1. Maar het enige wat ik me afvraag, hè, want ik zie de hele tijd mensen, experts, analisten, zie ik de hele tijd die transfer goed praten. Ja, tuurlijk, Ajax moet gewoon 7 miljoen betalen voor Brobbey, want uiteindelijk gaan ze hem dan verkopen voor het veelvoudige daarvan. Ja, oké, dat snap ik. Maar dat snapt Leipzig toch ook? Dus waarom zou Leipzig dat doen? Of zouden ze hem niet meer willen hebben omdat hij niet gemotiveerd lijkt? Oh. Ik dacht eerst een hele sikke aanname van David Klaassen, maar het valt helaas tegen. Rens hier op linksback. Houdt hem voor zich! Nu niet meer. Oh. Klaassen aan de bal hier, maar heeft geen afspeelmogelijkheid. Dan maar zo. Kudus. Nee, die moest naar Neres. Oh, buitenspel. Ik denk buitenspel. Geen buitenspel? Is dit geen buitenspel? Ik dacht dat het buitenspel was. Ik dacht dat ik fluit hoorde, maar... Nou, dan is dit perfect, toch? Oh, heerlijk doelpuntje. Keeper al naar de grond, net eroverheen. Brian Brobbey. Hey. Jongens, goud waard. Ja, maar even zonder gein, Leipzig snapt dat toch ook? Dus waarom zou Leipzig hem dan... Dit is niet een geheim of zo. Dit is niet een industriegeheim van... We kopen Brobbey terug voor 7 miljoen en we kopen hem daarna voor 70. Ja, er is toch ook een reden dat Leipzig hem wilde hebben. En die snappen dat toch ook? Die komen niet net pas kijken of zo. Dus ja, ik vind dat... Het klinkt... Het komt een beetje naïef over bij mij. Maar wie weet. Wie weet zit ik ernaast. En wil Leipzig hem wel verkopen. Omdat ze in de trots geraakt zijn. Ja, ik kon de bal niet meer kwijt. Dus dan maar zo. Weet je wat we gaan doen? We geven Idrissi geven ook nog wat speelminuten. Die gaan we volgend jaar niet meer terugzien. Ben ik bang. En het is wat het is. Niet dat hij het slecht gedaan heeft. Ik kan ook niet zeggen dat hij het goed gedaan heeft. We weten het niet. Hij heeft nooit gespeeld. Dat is denk ik een teken aan de wand. Time for a change then. Maar volgens mij waren we... wilde ik net beginnen over een Nederlands elftal. Het EK, de EK-selectie. En ik moet zeggen, 5 Ajax-ieden zitten erbij natuurlijk. Stekelenburg, Timber, Klaassen, Daley Blind en... Thomas Bruns. Wie zie ik nu over het hoofd? Het waren er 5. Gravenberg natuurlijk. Natuurlijk Gravenberg. Nee! Waarom deed ik dit? En Gravenberg. En toch wel een beetje de verwachte naam. Ik bedoel, weinig verrassingen daar. Al moet ik zeggen, Timber... Ontzettend tof dat hij erbij zit. Heeft het volledig verdiend. Wat een speler is dat, man. Hoe moeiteloos hij zich heeft aangepast aan het niveau van Ajax 1. Dat is echt indrukwekkend. Hij speelt af en toe ook echt al als een volwassen speler. Nee, Kudus liep daar. Ah, oh, echt spelers die aan een run beginnen. En nog voordat je de knop hebt losgelaten alweer die run afbreken. Eli Dassa. Nou ja, ik wil niet zeggen, dit is doordekken, maar vergeet niet de ruimte die je achterin loslaat. Stekelenburg. Vitesse wil aardig druk zetten. Maar, daar voetballen we onderuit. En hier Idrissi kan hij zijn afscheid bij Ajax op... Nee, dat gaat niet lukken. Maar fantastisch dat die spelers erbij zitten. En ik denk ook dat het meer dan terecht is. Timber, ik voorspel hem een grote toekomst. En hoop dat hij die stijgende lijn door kan zetten. En ook bij de oranje selectie weer wat ervaring kan opdoen natuurlijk. Ik denk niet dat hij een basisspeler gaat zijn. Maakt niet uit. Hoeft ook niet. Laat hem maar bij die topspelers blijven. Laat hem maar daarvan leren. Dat hij uiteindelijk over aankomend seizoen weer van grote waarde voor ons is. Dat was hij dit seizoen natuurlijk ook al.
En we zijn inmiddels in de 89ste minuut. Rasmussen. Vitesse Ajax 1-3. Ik heb die wedstrijd 3 keer mogen zien dit seizoen. Natuurlijk 1 keer de thuiswedstrijd. Die hebben met mazzel gewonnen. Maar daar had Vitesse zeker aanspraak op meer. De bekerfinale, die was niet zo heel veel aan. Althans, spannend, maar niet goed. En van beide ploeg niet. Maar nu deze derde. Je hoort het. Het gaat 1-3 worden. Of 1-4. Dan was ik net iets te snel. Iets te gretig. Koeders hier. Met links. Schiet hem met aardig wat kracht in. Maar uiteindelijk niet gevaarlijk genoeg. Die kopballen af en toe, dat is verschrikkelijk. En dit was het, jongens. Klein beetje emotioneel. De laatste meeste voorspelling van dit seizoen. En we hebben hem gelukkig binnen het afgesloten. Dat is ook heel belangrijk. Vitesse Ajax. 1-3. 2 goals van Brobbey. De jongen, moet hij nou blijven of niet? Brian Brobbey. Laat mij even weten hieronder in de comments of hij moet blijven. Maar vooral, welk platform zou jij dit FIFA-toernooi gespeeld willen zien worden? Dus antwoord vooral als je ook zelf mee zou doen daaraan. Vond je dit nou een leuke video? Laat een duimpje omhoog achter. En vergeet niet te abonneren voor meer van dit soort video's. En dan checken we elkaar volgend seizoen. Of heel misschien bij het EK. Voor nu, thanks voor het kijken. En veel plezier bij de wedstrijd. Ciao! He's protecting it well. Dangerous looking attack. Can they forge ahead?